Vandaag is het wereldwijd Internationale Vrouwendag. Een mooie mogelijkheid om stil te staan bij de kansen die vrouwen vandaag hebben. Maar ook om stil te staan bij degenen die nog altijd vechten voor hun vrijheden. Als ik terugkijk op de vorige 20 jaar, zie ik 2 geweldige trends. Enerzijds de opkomst van gelijkheid voor vrouwen en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën met baanbrekende innovaties en nieuwe kansen voor iedereen. Stel je eens voor wat we kunnen bereiken als we deze 2 trends combineren en elkaar laten versterken. Dit jaar heb ik veel inspirerende vrouwen ontmoet die dat al doen. Vrouwen als Sheryl Sandberg, die bij Facebook in de top zit. Jammer genoeg nog steeds een sector waar vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn. Vrouwen als Marta-Leen Fox, een internet-entrepreneur die zich nu inzet om alle Britten online en digitaal geletterd te krijgen, zodat niemand buitengesloten wordt tijdens deze digitale revolutie. En vrouwen als Nobelprijswinnares Tawakkol Carmen. Haar onvermoeibaar activisme voor persvrijheid, vrouwenrechten, vrouwelijke journalisten in Jemen heeft aan de voet gestaan van de Arabische lente. Dus denk eraan, ICT is niet alleen iets voor jongens die programmeren in hun achterkamertjes. ICT gaat over creativiteit, netwerken en mensenrechten. Het gaat over het vinden van nieuwe apps en het maken van nieuwe connecties en over het hebben van vrijheid om jezelf te kunnen uiten. Dus vrouwen, vergeet niet dat deze sector jullie ideeën, talent, enthousiasme nodig heeft. Er liggen kansen voor het oprapen. Wees moedig en grijp ze. En herinner je bovenal dat er geen grenzen zijn aan wat jij kunt bereiken.